Mijn naam is Lenneke Mietes. Ik ben bestuurslid van de stichting Brielle 2022. En wij hebben als doel om van het jaar 2022, het jubileumjaar, een mooi feest te maken. Wat Brielle speciaal maakt, is natuurlijk het bekende 1 april verhaal. Maar Brielle heeft natuurlijk veel meer verhalen. En die zie je terug in de gebouwen, die zie je terug in de mensen en hoe ze met Brielle omgaan. Den Briel, zoals het destijds werd genoemd, heeft natuurlijk veel meer te bieden nog. Brielle is zeker de place to be volgend jaar. Omdat ik denk, bijna zeker te weten, is dat heden, verleden en de toekomst in dit programma, wat wij met z'n allen nu samenstellen, waar we ieders hulp voor willen inzetten en kunnen gebruiken, dat ga je nergens anders vinden. Brielle is fantastisch. Het verschil tussen een doorsnee 1 april viering en volgend jaar is natuurlijk dat volgend jaar is het 450 jaar geleden dat wij met veel man en macht onszelf bevrijd hebben. En volgend jaar gaat dat feest alleen al 3 dagen duren. En de rest van het jaar is het nog steeds 450 jaar geleden. Dus dat hele jaar staat vol van de festiviteiten en de activiteiten en de evenementen die dus dat hele thema van vrijheid gaan belichten. De projecten die wij inmiddels binnen hebben gekregen zijn vooral hele mooie samenwerkingen tussen verschillende organisaties in Brielle, grotere culturele spelers en de wat minder bekende spelers. Daar zijn we heel erg blij mee. We hebben onder andere een project dat gaat over de martelaren van Gorinchem, een andere kant van het 1 april verhaal dat wij kennen. We hebben een 1 april boek dat speciaal geschreven wordt door het streekarchief. We hebben een theaterspektakel, ook een hele mooie samenwerking met verschillende spelers uit de regio. We hebben films die gemaakt worden door filmclub Phoenix met archiefmateriaal. Echt uit hele mooie vervlogen tijden, 1 april vieringen. En we hebben free walks, vrijheidswandelingen. Wij rekenen als stichting natuurlijk op nog andere projecten, nog meer projecten. En dan vooral op het gebied van dans, theater, maar ook beeldende kunst, zeker. Voor de kleintjes, voor de ouderen. Dus eigenlijk nog wat meer voor verschillende doelgroepen bedoelde projecten.